potjes moeten nog maken? 6 of 7 potten hebben we, waar dan zoveel in staat dat dat heel wat tijd vergt. Staan er daar 4 en dan staat er in het hok, zeg maar, ook nog een hele mooie. En die zou leuk zijn om even te zien, want er zitten zulke mooie roosjes op. Kijk eens even, hè. En zo komen er nog kleinere bollen naast. Oh. En ook weer allemaal van de rode bloemetjes. Die moeten allemaal nog gemaakt worden. We zijn er nog niet, hoor. We zijn uitgenodigd om Utrecht groen te tonen. Dat Utrecht Oost echt nog wel groen is. Dat we parken hebben, maar dat we ook kunnen breien. Hoe lang zijn jullie bezig met breien? De hele 4 weken hebben ze het allemaal, haast allemaal mee naar huis genomen. Want als je die 1,5 uur hier zit, is te kort om grote lappen van 1 meter lang en 50 centimeter breed te breien als je er 6 moet hebben. Dus dan nemen ze het mee naar huis, laten de buurvrouw ook mee breien. Ik vind het ook heel belangrijk dat aan elke plant iedereen heeft meegewerkt. Hè? Dus het, dat hele super esthetische, dat heeft niet voorrang. Ik kreeg de opdracht om een project te maken met een groep ouderen in de buurt. Speciaal voor dit verzorgingshuis, Wellekrebel. Het moest over vrede gaan en de bewoners moesten erin betrokken worden. Dus een soort community art project. En toen ik hier aankwam fietsen zag ik al gelijk dat iedereen voor de ramen van die prachtig potjes met plantjes heeft. Die met heel veel liefde verzorgd zijn. En dat doen deze generatie doet dat hun hele leven al. En toen ik in de hal kwam, zag ik dat er een vitrine was met echt fantastisch breiwerk. En brei is weer helemaal hip. Planten, dat is ook, staat ook voor groei en doodgaan. Dat is de cyclus. Dus het gaat ook nog over vrede. En het is bij uitstek iets om met elkaar te doen. Want het is nu ook heel leuk dat buurtbewoners binnenkomen om ook af en toe eens mee te breien. En ja, het werkt. En hoe bent u hier terechtgekomen? Ik had gehoord dat ze hier wol wilden hebben voor dat programma. En nou ja, toen kwam de wol brengen en toen ben ik maar even blijven hangen. Zo lang geleden dat ik gebreid heb, ik dacht nou, eigenlijk wel weer leuk. En wat gaat u met die plantjes doen dan? We gaan eerst ten optocht gaan we naar Lucas Bolwerk. Daar hebben we een feestje. En daarna gaat het meeste naar boven op de 5e afdeling. Deze planten gaan na afloop gaan ze naar de geriatrische afdeling. Dus ze hebben ook echt een functie. En dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Dat het niet alleen maar voor de optocht is, maar dat het iets blijvends is wat een afdeling ook echt nodig heeft. Een soort warme planten waar mensen die daar wonen gewoon op kunnen sabbelen en aan kunnen zitten.